Het slagingspercentage voor de theorie-examens voor de auto was in 2021 al vrij laag. Met 38,1% van de kandidaten die slaagden voor het theorie-examen. En dat is in 2022 best fors gedaald naar maar liefst 36%. Het slagingspercentage voor het theorie-examen voor de bromfiets was in 2021 44,1%. En dat is in 2022 gedaald naar 42%. En het slagingspercentage voor het theorie-examen voor de motor was in 2021 50,2%. Maar je raadt het al, ook deze is in 2022 gedaald naar maar liefst 46,9%. In 2022 zijn er voor het auto, bromfiets en motortheorie examen in totaal 1.288.000 mensen gezakt de eerste keer dat ze zo'n theorie examen aflegden. Hoeveel is dat precies omgerekend in geld? Nou, wie het weet mag het zeggen, laat je antwoord achter in de reacties en wellicht maak je wel kans op een leuke prijs.